Biotown! Yo, what up gasten? Hey mensen van Biotown! Hallo mensen van Biotown, welkom bij deze fantastische update video. Donderdag verrassing! Ik heb een papiertje gekregen met allemaal puntjes die ik door moet nemen voor deze video. Ik weet er allemaal geen bal vanaf. Ik ben de minst goede persoon om jullie te informeren, dus daarom ga ik het doen. Vandaag willen we het met jullie hebben over een paar dingen. Te beginnen met het feit dat er is ingebroken bij Biotown. Er is echt voor 10.000 euro aan spullen weg. Iemand, waarschijnlijk Rick, heeft de deur niet op slot gedaan. En hebben ze hem kunnen openforceren en schoppen tegen. En hij was open, hebben alle spullen meegenomen. Ze wilden ook mijn microfoon meenemen. Die is klaargezet, niet meegenomen. Oh ja, leuk feitje, ze hebben ook mijn laptop hier al uit de Banjo Studio meegejat. Waren het niet dat die laptop gewoon kapot is. Dus ze hebben de waardeloze laptop meegejat en al mijn Banjo Movies attributen staan hier. Zo ook bijvoorbeeld een lege iPad doos. En die lege iPad doos hebben we ook meegenomen. Nou jongens, zoals jullie dus gehoord hebben, er is ingebroken hier bij de Banjotown Studio. En vroeger stond in deze vensterbank waar ik nu zit, de PlayStation 4 met 5 controllers en 4 awesome games. En die zijn nu footsie. De grote tv staat er trouwens nog wel. Dat is dan wel weer een voordeel. Dat ding is fucking 300 kilo, dus dat krijg je ook niet zomaar weg. Verder heb ik vrij weinig emoties bij deze inbraak. Mijn spullen liggen hier toch niet. Weet je, het is allemaal niet voor mij, ik leen het alleen maar. Dus kom wel weer goed. Met verzekeringen of zo. Verzekeringen, als jullie het kijken, we willen wel graag geld terug. Kunnen we nieuwe spulletjes van kopen? Om onze gestolen spulletjes mee te vervangen. En ja, verder, check hier even de deur, weet je, want die was ook helemaal naar kloten. Het is echt, het was dramatisch. Dus uiteindelijk is er ingebroken bij Biotown, hier door de deur en de ramen zijn kapot gemaakt. En dan heb ik nog een updateje voor jullie. Er gaan een aantal dingetjes veranderen qua uploadschema. Althans, ze gaan een paar video's weg. We houden maandag de Rick's avonturen, we houden dinsdag de dinsdag tips en we houden vrijdag de Vraagje Vrijdagen. We houden zaterdag de chillen zaterdagen en zondag komt Rick terug met de XXL gameplay. We zijn momenteel op de hoogte van het feit dat donderdag verrassing verkeerd is gespeld, maar donderdag verrassing is ondertussen toch nog een klein grapje geworden hier op internet. We houden hem. De donderdag verrassing. Maar dat betekent één ding, want we hebben dus nu iets minder gaming, maar dat komt terug, want we zijn druk aan het kijken voor nieuwe Biotown leden die ons kunnen gaan helpen bij gamen. Zoals bijvoorbeeld Minecraft. Abonneer hier. Als je aan wilt melden om mee te doen aan Biotown, kijk even op Marktplaats. Daar zijn wij niet op te vinden, maar ga daar maar gewoon lekker lastig zijn ofzo. Als je onze PlayStation tegenkomt op Marktplaats, geef ons dan wel even een belletje, want die willen we eigenlijk wel terug. En dan het laatste puntje, Rick is gay. Is het echt zo? Rick is gay? Echt? Hij zei altijd no homo tegen mij na het zoenen. Ja, ik ben gay, blijkbaar. Ik heb deze lijst niet gemaakt, maar het staat erop, dus ja, super gay. Ze hebben ook mijn heteroseksualiteit gestolen. Die heb ik wel laten liggen per ongeluk, dus dan weet je dat ook weer. Wat doe je eraan, hè? Zoals Lady Gaga zou zeggen, I was born this way. Papa pokerface, papa pokerface, ma. Zoals Lady Gaga zou zeggen, let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Zoals Lady Gaga zou zeggen, let's play a love game, play a love game. Zoals Lady Gaga zou zeggen, alle Alejandro, alle Alejandro, papa paparazzi. Twee verschillende nummers. Ik heb het gevoel alsof jullie nu goed geïnformeerd zijn over wat er op Biotown aan de hand is en wat de gemiddelde Lady Gaga songteksten zijn. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen like achter te laten en natuurlijk te abonneren hier beneden. En laat een reactie achter over jouw favoriete Lady Gaga nummer. Tot de volgende keer. Ik zeg later. Later.